Maar het prachtig weer, hè? Een van de warmste dagen wordt het waarschijnlijk al van deze zomer. Waarschijnlijk komen er ook nog wel meer, tenminste dat is te hopen. En dan zou je bijna denken, not a worry in the world, toch? Vanochtend las ik een stuk in de Wall Street Journal. En daaruit blijkt dat Brazilië naast zich op zoek is naar talent. Talentvolle mannen en vrouwen. De Braziliaanse economie ontwikkelt zich zeer voorspoedig, exceptioneel. Economische groei van 9%. En wij mogen blij zijn als we op 1% uitkomen. En dat leidt ertoe dat heel veel bedrijven, heel veel organisaties in Brazilië op zoek zijn naar talentvolle mannen en vrouwen. Nou, waar haal je die vandaan als je eigen onderwijs in Brazilië, je eigen kenniseconomie, nog niet het niveau heeft om die talenten aan te leveren? Je hebt het niet. Je moet ze ergens anders vandaan halen. Brazilië is niet de enige. De andere BRIC-landen, Rusland, India en China, met name India en China, zijn ook al enkele maanden op zoek naar talenten. India en China werven op dit moment bij de prestigieuze universiteiten in de Verenigde Staten. En er zitten dus mannen en vrouwen afkomstig van Azië en Afrika, hebben veel moeite gedaan om een green card te krijgen, hebben gestudeerd in de Verenigde Staten en vertrekken nu in één keer hun traineeship, hun stage, gaan ze doen bij multinationals in India en China. Die stroom is al in gang gezet. Het staat in de Wall Street Journal niet met zoveel woorden, maar mij zou het niet verbazen dat de Brazilianen dadelijk gaan werven in de PICS. Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje. De beelden die we de laatste tijd gezien hebben, laten jonge mannen en vrouwen zien op de pleinen van die landen. En ze geven eigenlijk al aan in hun commentaren, zowel in de media, op tv, radio, maar ook op internet, in blogs en in tweets, dat ze willen vertrekken. Ze hebben nog een hele toekomst voor zich en ze zien die toekomst elders. In landen waar een veel beter economisch perspectief is. Neem het hen eens kwalijk. Toch wordt het noodzakelijk dat we die trend stopzetten. Maar dit zijn mannen en vrouwen met talenten die wij nog heel hard nodig hebben. In de EU, maar ook in ons land. En de vraag is dan, wat kunnen wij eraan doen als organisaties om die mensen, die mannen en die vrouwen, voor ons te behouden? Dat is een prima uitdaging, maar ook een hele grote. Wat ga jij eraan doen?